Nou, de basis van de carpoolkaart is heel eenvoudig in feite. Werknemers kunnen met de carpoolkaart heel makkelijk een collega vinden die bij hen in de buurt woont. We hebben namelijk onderzocht dat automobilisten carpoolen een interessant alternatief vinden, mochten ze toch niet meer alleen in de auto willen reizen. Nou, als je op de kaart terechtkomt, dan zie je meteen je eigen woonplek. Met daaromheen een straal van standaard 5 kilometer getoond. Daarbinnen kun je eigenlijk meteen zien wie er bij jou in de buurt woont, waarvan je eigenlijk weet, ja, die gaan allemaal naar dezelfde werkplek toe, of dezelfde werkgever, of naar een werkgever bij jou in de buurt of hetzelfde bedrijventerrein. Vervolgens klik je op die persoon en kun je zijn profiel gaan bekijken. Of je kunt hem meteen een berichtje gaan sturen waarin je die persoon uitnodigt voor een carpoolafspraak. Dat gebeurt vervolgens allemaal in het berichtencentrum. De persoon krijgt een melding via de e-mail van de werkgever. Hey, er is een berichtje voor je in de carpoolkaart. Ga het eens bekijken en op die manier kunnen twee collega's heel makkelijk met elkaar in contact komen en een vervolgafspraak inplannen om eens een keer te gaan carpoolen. Nou, ik vond de carpoolkaart een aantrekkelijk concept om verder te ontwikkelen, omdat ik denk als echt de belemmerende factor voor carpoolen is dat mensen niet weten met wie ze zouden kunnen carpoolen. Als dat echt de belemmerende factor is, dan denk ik dat zo'n carpoolkaart waarop alle collega's of collega's van andere bedrijven in de buurt weergegeven staan, dat je dan heel makkelijk kunt zien met wie je zou kunnen carpoolen, dan denk ik echt dat een heel mooi instrument is om, ja, meer carpoolen voor elkaar te krijgen. Nou, we hebben de pilot bij Raad gedraaid, Raad in Amersfoort. Het is een organisatie met vrij veel leaserijders in hun profiel. We hebben de pilot uitgezet bij 500 medewerkers ongeveer. En 85 personen daarvan hebben daadwerkelijk een profiel ingevuld en geactiveerd op de website. Het concept carpoolkaart is een heel leuk initiatief. Het is wel een wat lastig initiatief voor medewerkers om daar warm voor te krijgen. Mensen hebben vaak hun eigen patroon al opgebouwd en staan niet te wachten op eigenlijk iets nieuws daarin. Ze vinden het wel leuk om te weten waar collega's wonen en misschien incidenteel dat het ook wel snel opgepakt wordt. Maar structureel heb ik nog niet heel veel gezien. Om echt wel een merkbaar effect op de weg te krijgen, heb je wel echt voldoende massa nodig. Dus er moeten genoeg mensen zijn die op die kaart staan en ook die, ja, die beschikbaar zijn om te carpoolen. Dus daar zag je nog wel een spanning tussen de massa, dus het aantal mensen op de kaart, en de privacy. Je wil natuurlijk het liefst zoveel mogelijk mensen al van tevoren op de kaart zetten, maar daar moeten mensen eigenlijk wel toestemming voor geven. Dus dat was een lastig punt. Bij de introductie van de carpoolkaart hebben we wel gemerkt dat persoonsgegevens op internet plaatsen een issue is. Medewerkers hebben daar vragen over, dus dat moet je met elkaar wel goed regelen en ook met de ondernemingsraad van tevoren doorspreken. De pilot is zeer geslaagd bij Raad in feite en Raad wil het nu ook gaan uitrollen bij een andere vestiging in het land. We hebben als Raad een abonnement afgenomen, dus we gaan er nog wel even mee door. Ten meer omdat de medewerkers ook tijd nodig hebben om hun gedrag aan te passen. Dus niet iets wat je even voor 3 maanden doet, maar daar moet je echt meer tijd voor uittrekken. Nou, het verdienmodel voor de carpoolkaart voor de toekomst is, we hebben nu de tool kunnen ontwikkelen door middel van de Anders op Weg budgetten die we daarvoor beschikbaar hebben gekregen. We willen nu de kaart gaan uitrollen naar andere organisaties en daarvoor een stukje licentiefee vragen. Dus daar zit eigenlijk de winst voor ons in. Daarnaast zitten er een aantal uren voor ons in die we aan advies kunnen geven bij de werkgever waar we het gaan implementeren. En misschien ook combinaties op bedrijventerrein, dat we met parkmanagers gaan praten om het voor een heel bedrijventerrein in één keer uit te gaan rollen. En dan kun je een iets ander prijsmodel gaan toepassen. Uiteindelijk is het wat ons betreft heel makkelijk opschaalbaar door heel Nederland. Er zit geen beperking aan de reikwijdte van het product. Leerpunt voor de toekomst is denk ik persoonsgegevens, dat je dat goed regelt van tevoren en doorspreekt ook met de belanghebbenden, de ondernemingsraad. Zodat daar geen onverwachte vragen uit voortkomen.